als het scootjes zoals just, met de kop en de kont en alle rondingen, er zit net in je rechte lijn in als het ware, dan dat vind ik heel mooi. Het is dat de skiernis van Friesland. Het Zuid-Friesland opbouwt van grutpad met die skippen. Terpgroen is voor het hellen. Stront is voortbracht. Nou ja, goed. Er was van alles met die skippen. En dat spreekt mij wel om. Ja, maar het belangrijkste nou is de vorm. Ik val echt van de vormen van de skip. Ik kom uit de Waarden, dus in theorie heen net een heel soort met wetter. Al leidt daar wel het Prinses Margriet kanaal heen. Dus als Lietse jongen, dan geef je daar wel eens even heen. Dan kom je droge ham. Ik ben begonnen met modelbouwen en hij heeft Lietse pakketjes. Van die plastic pakketjes, mijn auto's en mijn vrachtauto's. En op een gegeven moment heb ik een keer een boordje gepakt. En een boordje dat lust me eigenlijk wel. Vond ik hartstikke leuk. En nou goed, zo ben ik grutter bouwen gang met boorden. En ja, de ene bloot hing je in vrachtauto's, de andere bloot hing je in vleentuigen. En ik ben hing je bloot in boorden. Het is eigenlijk een wedstrijdskoetsje. Heine Deelsta die heeft ook deze tekening maken. En die had eigenlijk het optimale scootje had die tekenen. Nou, dan liep het mij wel aardig om dat optimale scootje te bouwen. En ja, dit is een snelle rondvorm. Dat zie je. Ja, dat ziet er prachtig uit. En daar val ik eigenlijk voor. En als dan... goed, het is heel licht, ja. Maar goed, als dan just... hoe mooi dat skip eigenlijk liekt. Als hem moet de lengte just, hoe mooi die ronding erin zit. Ja, dit is hartstikke plat. Nou ja, het is ondiep in Friesland. En daarom moest hij zo plat eigenlijk. Maar als dan just hoe mooi het dit oprint. Hè, hoe mooi het hij eigenlijk het water hier erover heen gaan kan. En hoe mooi het dit water hier eigenlijk wel loslitten kan. Dat is wat ik er mooi op vind. Er zit net een rechte lijn in en het is een hele vloeiende lijn. Dus ik hou van mooie vormen, zoals we ze kennen. Ja. Nu bist u zelf geen skipsbouwer. Nu bist u advocaat. Ja, correct. Ja. Ik werk in de vreemdelingenrechtadvocatuur. Ja, dat zijn de vluchtelingen die tussen kant uitkomen. Die het asielonvrede krijgen, eigenlijk al een advocaat daarwezen. En ik ben een van die advocaten die ze daarwezen krijgen kennen. Ja, dat is een hele andere tak van sport. En toch eigenlijk, ik ben net. In de advocatuur is eigenlijk die creativiteit ik kwijt. Die doel is dat de vluchteling een verblijfsvergunning krijgt. En dan was er zelf een oplossing in bedenken. En dat is eigenlijk hier ook een beetje zo. Het is op een hele hoog vlak voor zelf, het is wat minder belangrijk. En als je hier even mee bezig bent, dan bist even alles kwijt. Ja, het is een hectisch vak waar ik in zit, drokte en het gaat wel ergens om. Ja, en als je hier mee bezig bent, dan ben je eigenlijk alles wel kwijt. En dat is even heerlijk. Ja, dan bist even in de onderwereld. Ja. En ik heb een heel lang schoft, heb ik stilstaan bij de kop en de kont. En ik is dat ik wel een beetje shino. Ik heb hier een stukje erbij liemen, een stukje er weer afkeren en weer een stukje erbij liemen en weer een stukje er afkeren en hier. Dus vooral deze kant dat heeft mij wel respect opleveren voor de scheepsbouwers die vroeger op de eegdien zaten. Ja, dat is wel echt een kunst. Maar ik ben hier dus al een heel skoft mee bezig en het wordt versing al een heel skoft. Maar het bloot mooi werk en ik ben heel blij met hoe het er nou voor zit. De grote verharing zit erin.